Dus ik ga het niet te veel over mij hebben. Ik wil liever het hebben over jou en over Jan en over alle gebeurtenissen. Maar bon, ik ben dus Greet Bummens en ik noem mezelf jouw personal business mindset en performance coach. Dat is een hele lange naam en ik hou zelf niet zo van labeltjes. Maar bon, mensen hebben graag ergens toch dat ze weten van wat ik begin. Uiteindelijk hou ik me bezig met mensen te gaan helpen in hun persoonlijke groei als en ook de groei van hun bedrijf. En ik heb dat vroeger heel lang gedaan op een heel specifieke manier en ik ben daar nu de laatste jaren helemaal van teruggekomen. Wat ik gemerkt heb is dat wij een nieuw soort van ondernemerschap mogen in de wereld zetten. Dat de manier waarop dat wij ondernemen of ondernamen, dat dat niet altijd even duurzaam is. Dat dat ook niet altijd even liefdevol is. Ja, ik gebruik het woord liefdevol in business, dat moet kunnen. En ik ben meer en meer gaan nadenken van oké, en ook gaan voelen en zien wat moet er anders, wat kan er anders enzovoort. En dat is ook een van de redenen waarom ik één, vooral one-on-one werk met mensen, omdat we dan echt kunnen inzoomen op uw business. Het is een persoonlijk gegeven, het is een uniek gegeven. Maar dat is ook de reden waarom ik met deze webinarreeks gestart ben. Want ik voel dat we, dus zoals ik al zei, op een andere manier mogen in het leven staan, op een andere manier mogen gaan ondernemen. Veel duurzamer, minder dat harde concurrentiestrijd gebeuren. Maar natuurlijk heb ik ook niet alle wijsheid in pacht. En daarom heb ik besloten van, laat ik eens gasten uitnodigen die hun licht kunnen laten schijnen op de toekomst en op waar gaan we naartoe, waar moeten we van weg, welke zijn de mythes die de vuilbak in mogen, wat willen we veranderd zien of wat zouden we kunnen veranderen en wat kunnen wij eraan doen? Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? En een van deze gasten is dus Jan. Daar is Jan Bommeré. Jan Bommeré is, ik ben fan van Jan Bommeré al meerdere jaren. En ik ben ongelooflijk blij dat hij hier aanwezig is. Hij is de schrijver van onder andere dit boek en ook van dit boek. Vooral deze hier, Flow en de kunst van zaken doen, de 7 vitale inzichten voor verkopers, ondernemers en managers, is mijn lievelingsboek. Ik moet dat niet onder stoelen of banken steken, dat is gewoon mijn lievelingsboek, de nummer 1. Ik heb het een aantal jaar geleden gekregen van een van mijn beste vrienden. En ik heb het ondertussen al, ik weet niet hoeveel, gelezen. Ook deze zomer heeft het mij enorm veel geholpen. Ik zal er straks waarschijnlijk nog iets over zeggen. Om te gaan met heel moeilijke situaties. Dus ik vind het een must-read voor iedereen. En ik ben natuurlijk super blij dat Jan op mijn uitnodiging is ingegaan om hier aanwezig te zijn en het licht te laten schijnen over de toekomst. Welkom, Jan. Hallo, blij dat ik er mag zijn. Super, ik ben ook super, super, super tevreden dat u erbij bent. Nu, Jan, ik ga onmiddellijk met de deur in huis vallen. Ik heb een eerste vraag. Het is vandaag een zeer magische dag, hè? De 21e december 2020. Jij hebt mij daar onder andere ook op attent op gemaakt. Toen je zei van, ah ja, die 21e december dat we samen ons gesprek hebben. Dat is wel een hele magische dag. Ik heb er mij ondertussen al in verdiept wat dat allemaal betekent. Maar ik zou het graag eens van jou horen. Wat betekent die dag hier nu vandaag? Die 21e december 2020, waarom is die zo speciaal? Wel, ik wil starten met wat eigenlijk voor mij de moeilijkste paradigmawissel is voor de meeste mensen. En dat is dat het leven van binnen naar buiten gebeurt. Dat het leven uit ons verschijnt en dat wat wij buiten zien te maken heeft met de binnenwereld. Dus dingen zoals wat in de sterren gebeurt, dat gebeurt eigenlijk in ons. En dat is heel moeilijk om dat eigenlijk te vatten met ons verstand. Maar je kan dat wel voelen dat daar iets van is zo. Dat die buitenwereld niet onafhankelijk van ons bestaat. En dus Einstein was zo'n beetje de eerste die de waarnemer betrok in de fysica. En dan in de kwantumfysica werd dat gewoon standaard. Dat heet waarnemersdeelname in de kwantumfysica. Dus wat wij zien heeft te maken met onze binnenwereld. En hoe wij kijken bepaalt ook wat we kunnen zien. En dus de wereld van symbolen, dat is een hele interessante wereld. Dus voor mij is eigenlijk de buitenwereld een wereld van symbolen. En
Dus je kan leren de buitenwereld beter lezen, in plaats van te denken dat de buitenwereld moet bepalen hoe dat wij ons voelen. En dus in die zin zie ik astrologie en planeten en zo niet als iets daarbuiten, maar iets van binnen. Dus en dan begint het dus eigenlijk met de innerlijke zon. Het centrum van ons wezen is eigenlijk ons eigen licht. En al die planeten zijn eigenlijk bewustzijnsstaten, symbolisch. Dus in die zin, wanneer die twee planeten bij elkaar komen, dat is een soort innerlijke gebeurtenis. En in die zin zijn er mensen die dat voelen en mensen die dat onzin vinden, en dat is alle twee oké. Okay. Dat is absoluut waar, hè? Dus je mag denken wat je wilt. Maar dat is Wayne Dyer onder andere die dat ook zegt van when you change the way you look at things, the things you look at change. Dat heeft het dus eigenlijk ook voor een stuk als we weer te maken. Hè? Inderdaad, ja. Je kijkt bepaalt wat je ziet. En dat is dus eigenlijk een hele belangrijke invalshoek voor alles wat we vandaag kunnen bespreken. We hebben dus enorme invloed op hoe wij kijken. En dus in die zin invloed op wat er in ons leven kan verschijnen. Absoluut. En want ik zeg dat ook dikwijls tegen mensen. Ja, je ziet wat je wilt zien en je hoort wat je wilt horen. En het is natuurlijk de uitdaging om durven anders naar de zaken te kijken. En dat is blijkbaar voor niet iedereen even gemakkelijk, right? Dat klopt, ja. Ja, dus als je kijkt naar, voor mij is het altijd het simpelste om dingen te linken aan wat we kunnen herkennen in ons eigen leven. En kijk naar kinderen, die kijken onbevangen. En als je onbevangen kijkt, dan leef je een soort magische wereld. En kinderen leven in een magische wereld. In een wereld van beelding, in een wereld waar zij eigenlijk, ja, invloed hebben op hun leven, want ze zijn magisch. En dan gaan we meer en meer pijnlijke ervaringen meemaken en dan gaan we meer en meer passief leven. En dus om te keren, het magische in ons heeft eigenlijk te intensief lezen en dan moet je een angst onder ogen zien. Dus niet iedereen is daar klaar voor. Mm-hmm. Is dat het werk waar je nu vandaag mee bezig bent, met die stukken? Want ik weet dat je met trauma en dergelijke bezig bent. Is dat waar dat het vandaag voor u vooral rond draait dan? Ja, dus het werk trauma is eigenlijk een normale uitbreiding van waar ik al lang mee bezig ben. Ik ben jaren geleden op de vraag gestuurd van waarom gebruiken wij maar zo weinig van ons potentieel? En dus dat zijn allerlei zaken, zoals emoties waar we in vastzitten en uiteindelijk waar we het meeste in vastzitten zijn trauma's. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een uitbreiding van waar ik al meer dan 20 jaar mee bezig ben. Mm-hmm. En je bent daar wel een nieuw boek over aan schrijven, als ik mij niet vergis, klopt? Nou ja, dat boek gaat er misschien komen. Ik ben met onderzoek bezig. Ik ga alleen maar een boek schrijven als ik echt een doorbraak van wat kun je daar nu zelf aan doen? Mm-hmm. Want trauma wordt normaal gezien als iets met een professional kunt oplossen. En soms zijn mensen al 10 jaar in therapie. Dus ik vraag mij altijd af, is het mogelijk om dat anders te benaderen? En dus met die vraag van de mogelijkheid ben ik aan het onderzoeken. Mm-hmm. En mensen zeggen dat dingen niet mogelijk zijn. En ik zeg altijd, ze zijn niet mogelijk tot ze mogelijk zijn. Dus dat, met die houding ben ik onderzoek aan het doen. Dat is de 4-minute mile onder andere. Hè? Dat was ook mooi. Onmogelijk, hè? Ja. En om nog eens terug te keren nu naar die speciale datum, hè, dus 21-12-2020. Wat ik ervan begrepen heb, want ik ben absoluut geen kenner daarvan, ik ben er gewoon ingedoken omdat ik het onder andere via jou hoorde dat dat toch wel een belangrijke dag was. Maar ik heb dus onder andere ook begrepen dat wij een nieuw tijdperk tegemoet gaan. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, dus daar worden meerdere namen aangegeven. Ik ben er al een tijd mee bezig ook. Mijn boek van Kun je rups leren vliegen was eigenlijk een introductie op dat onderwerp. Dat we overgaan van het informatietijdperk naar het transformatietijdperk. En transformatie is een van binnen naar buiten proces. Dus ik kom bij waar ik mee begonnen ben.
De vlinder die zit al in de rups. Dus transformatie is iets anders dan verandering. Dus we hebben in de organisaties heel veel verandering gehad. En dus dat boekje van Kun je rups leren vliegen, dat was eigenlijk een introductie tot transformationeel leiderschap. Dat gaat over potentieel ontwikkelen in plaats van gedrag te veranderen. En dus dat tijdperk waar we nu naartoe gaan, is het tijdperk van onszelf echt leren kennen, ons ware potentieel leren kennen. En dat potentieel, dat zit vast hoofdzakelijk op angst. Dus angst is eigenlijk de grootste vernietiger van ons menselijk potentieel. Dus wij mogen nu eigenlijk naar een tijd gaan waar we uit de angst mogen stappen. En dus als je naar de vorige eeuwen kijkt, hebben we heel veel angst en pijn gekend. En daar zijn dus redenen voor, dat er dus mensen zijn die dachten dat ze door angst moesten regeren. En dat we nu naar een tijdperk gaan van meer gelijkheid en gelijkwaardigheid en verbinding. En dat zijn dus allemaal woorden die over hetzelfde gaan. Dat we van het duister naar het licht gaan, van afscheiding naar verbinding, van gebrokenheid naar heelheid, dat zijn allemaal woorden voor hetzelfde. Dus je kan daar aan dit tijdperk veel namen geven. Het ideeëntijdperk, het innovatietijdperk, het verbindingstijdperk, het bewustzijnstijdperk. Het komt erop neer dat wij in ieder geval naar een wisseling van de wacht gaan. En dat er dus eigenlijk een mooie toekomst voor ons is, terwijl het er nu heel duister uitziet. Dus het is een kwestie om te zien dat er een natuurlijke orde is en dat je daar kunt op rekenen. Alright, en hoe gaan wij dat, hè, als ik het even, want ik weet dat er hier ook heel veel mensen in de zaal zitten die het graag heel concreet hebben, hoe gaan wij dat zien of merken of voelen? Heb jij daar een idee van dan? Wel, het gebeurt allemaal eerst in je eigen leven. Hè? Het is in de mate dat je kunt open zijn voor het nieuwe, dat het nieuwe in je leven kan komen. Dus het is niet voor iedereen zo dat er meteen iets gaat veranderen. De mensen die al het meeste werk gedaan hebben, zijn het meeste open voor het nieuwe. Mm-hmm. Dus als je nog vastzit in oude verhalen, blijf je vaak dat oude verhaal herhalen. Dus iedereen kent wel mensen die altijd hetzelfde verhaal vertellen. Die mensen zitten vast in hun verhaal. En die kunnen dus ook het nieuwe niet verwelkomen. Dus het begint altijd bij jezelf. En dat is eigenlijk het goede nieuws. Want daar heb je invloed op. Klopt. Hè? Dus de anderen en de buitenwereld gaan we niet zo snel veranderen. Hè? We beginnen bij onszelf. Klopt. Nu voor mij, wat ik er wel al een tijdje aanvoelde, ik heb dat daar straks al gezegd, is naar het ondernemerschap dan. Of naar verkopen, want ja, je boek gaat onder andere ook over verkopen. Hè? Dat het, wat ik al een hele tijd aanvoel, is dat we weg mogen van die mentaliteit waarin dat we elkaar moeten heel erg gaan concurreren. Waar de mentaliteit van schaarste, waarin dat er nooit genoeg is. En dus we moeten altijd maar de eerste zijn, want ja, als je niet de eerste bent, ja, dan worden verschoenden, weet ik veel wat. En ik merk nu toch meer en meer, of dat is toch mijn gevoel, dat er veel meer openheid is, niet bij iedereen natuurlijk, maar veel meer openheid is naar samenwerking en dat er genoeg is en dat we niet allemaal moeten denken van oei, ik moet winnen. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet, toch? Nee. Nou, dat zie je dus als we over de idee-economie praten. In de wereld van de mogelijkheden is er voor iedereen genoeg. Dus het hele schaarste denken komt nog uit het industrietijdperk, waar dus een beperkte hoeveelheid middelen zijn. Maar in de wereld van de ideeën en de wereld van de mogelijkheden zijn geen beperkingen. En we zijn dus aan het overschakelen naar waar de ideeënwereld steeds meer op de voorgrond gaat komen. En dus de essentie eigenlijk van de wereld van ideeën, dat is eigenlijk de kwantumwereld, de essentie daarvan is verbinding. Zie, de scheiding bestaat alleen maar in de zintuigelijke wereld. In de innerlijke wereld, waar de kwantumwereld zich bevindt, daar is alleen maar verbinding. Dus ik kom de hele tijd terug op hetzelfde punt waar ik mee begonnen ben, dat je moet leren van binnen naar buiten te leven. De wereld van de mogelijkheden bestaat in ons. De wereld van de beperkingen bestaat buiten ons. Dus als je de buitenwereld laat bepalen wat jij voelt, dan leef je in beperking. Mm-hmm. Dus de hele kwestie is, hoe kan ik mijn potentieel ontwikkelen en mijn mogelijkheden leven?
En als je je vergelijkt met anderen, dan zit je ook weer vast. Want je bent uniek, je hebt je eigen potentieel. En dat is wat je ook als geschenk naar de wereld te brengen hebt. Wat jij te brengen hebt. Mm-hmm. En iedereen herkent dat wel, dat je blij wordt van te kunnen uiten wat je in je hebt. En als je dat niet kunt, dat is verstikkend. Dan zit je keel dicht. Als je niet dan zelfexpressie kunt doen. Klopt. Een hele belangrijke. Zeg, oké, als we dan terug het meer concreet mogen maken, beginnen bij onszelf. Wat kunnen wij dan concreet gaan doen om toch meer naar onszelf te gaan en dat innerlijke potentieel om dat waar te maken? Wat is jouw visie daar dan op? Well, het begint met voelen. Dus wij komen uit een wereld waar denken heeft gedomineerd. En dat is dus het mannelijke, het ratio gebeuren. En dus dat voelen heeft meer met de buik te maken. Dus in de mate dat je kunt voelen en denken, kun je in het midden komen. En daar zit het hart. Dus sommige mensen hangen scheef aan de denkkant en andere mensen hangen scheef aan de voelkant. Maar je moet die eigenlijk bij elkaar brengen, die twee. Denken en voelen. Maar voelen komt eigenlijk eerst. Dus als je kijkt, kleine kinderen hebben nog niet leren denken, maar ze kunnen wel al voelen. Dus voelen is veel natuurlijker dan denken. Denken is een aangeleerde technologie. Je moet dus eerst woorden leren en dan moet je leren praten. En pas dan kun je leren denken, maar je kunt al lang voelen. Dus om dichter bij je originele natuurlijke zelf te komen, dien je te kunnen voelen. En moet je dus in de buik kunnen zijn. Maar daar zitten ook de angsten en de trauma's. Dus om weer te kunnen vrij in ons lijf zijn, dienen we dus te helen. En dus als je vraagt wat kunnen wij concreet doen, wel, het meest concrete is je eigen helingsproces. En dat is voor iedereen is dat een uniek pad. En dus ook leren naar je buik luisteren, het zogenaamde buikgevoel, dat is iets wat veel mensen opnieuw moeten leren, om dat te vertrouwen, dat je lichaam wijsheid heeft. Dus leren luisteren naar je lijf, leren luisteren naar je buik, je hart openen, dat gaat niet altijd meteen, maar leren voelen, dat kun je wel. Mm-hmm. We zijn dat wat afgeleerd, of toch veel mensen zijn het wat afgeleerd. Hè? Het werd niet zo direct, had ik toch niet hier, is toch zeker niet in de westerse wereld, denk ik dan, werd het niet echt gestimuleerd. De ratio heeft de hele tijd veel meer belang gekregen dan het voelen. Hè? Ja, en dus ook op niveau van leiderschap en de politiek, die zit nog in hoge mate in het industrietijdperk met het denken. De schaarste, de hiërarchie enzovoort. Dus je hoort het eigenlijk, de school is in hoge mate nog uit de tijd dat je opgevoed werd om een productiemiddel te zijn. En we gaan nu naar een tijd waar je eigenlijk, ja, aan zelfexpressie moet kunnen doen, ook binnen organisaties. Niet iedereen moet ondernemer zijn. Je kunt ook binnen een organisatie aan zelfexpressie doen en je talenten gebruiken, in plaats van alleen maar een radertje te zijn in de machine. Dus dat oude denken is dat je een wieltje bent in een groter apparaat en dat iemand dat bestuurt, dat apparaat. Terwijl wij eigenlijk een levende... Ja, wij zijn meer een zwerm dan een machine. En die zwerm is een geheel wat beweegt en ieder speelt daar zijn deel in. En je kan niet iemand hebben die tegen de zwerm ingaat, want dan komt iedereen in botsing. Dus we dienen dus eigenlijk te leren met die flow te bewegen. En dat betekent dat iedereen zijn uniekheid moet kunnen leven. En dat klinkt als een paradox, maar dat is eigenlijk hoe het is. Als iedereen uniek kan zijn, kunnen we in verbinding zijn. Maar als je niet jezelf kunt zijn, kun je ook niet in verbinding zijn. Dus het zijn eigenlijk allemaal woorden voor hetzelfde. Het gaat altijd over jezelf en wat jij kunt uiten of niet. En wat je kunt geven. Het gaat veel meer over geven dan over krijgen in eerste instantie. Dus wat heb jij te brengen naar de wereld? Ja, en dat is trouwens in sales ook. Hè. Maar dus inderdaad, we hebben natuurlijk ook wel geleerd van heel veel maskertjes op te zetten. Hè, en heel veel rolletjes te spelen. De bedoeling is om die stuk voor stuk te laten vallen dan. Ja. Dat klopt. En dat is dus, niemand hoeft zich daar schuldig of schaamtevol over te voelen. Dat zijn allemaal verdedigingsmechanismen om onze pijn te verdedigen. Dus als kind heb je eigenlijk geen referentiekader, je hebt geen redeneervermogen. Dus als kind ben je gewoon een spons die alles opzuigt. En als het pijn doet, dan leer je je afschermen.
Dus wij leren allemaal in relaties om defensiemechanismen te gebruiken om dat kwetsbare kind te beschermen. En dus je hart openen betekent eigenlijk dat je weer kwetsbaar moet kunnen zijn. En in een wereld die vol gevaar zit en met mensen die ook zichzelf niet kennen, kun je dat niet. Dus je kan ook niet verwachten dat jij alleen kunt veranderen. Wij moeten samen veranderen. En wij veranderen de buitenwereld, daar kun je iets aan veranderen. Je kunt een glas oppakken en op een andere plek zetten. Maar transformeren, dat is van binnen naar buiten. En dat doen we samen. Dus om de maatschappij te veranderen, moeten wij kunnen verbinden met elkaar. Moeten wij ons potentieel kunnen uiten en onze geschenken aan elkaar geven. Dan verandert de wereld. En daar zijn we nu dus aanbeland in het nieuwe tijdperk. Hè? Dus daar zijn we nu echt wel mee bezig. Hey, dat was al een tijdje mee bezig, maar nu zouden we toch de switch kunnen maken, of hopen we daar toch op? Ja, we zitten in die overgang en dat is heel verwarrend, die overgang. Dus het oude is nog niet weg en het nieuwe heeft zich nog niet helemaal geopenbaard. Dus je zit eigenlijk in termen van de vlinder en de rups zitten we in die popfase. Dus de vlinder moet nog geboren worden en de rups is al dood. En dus dat is heel vervelend om in die tussenfase te zitten. Maar als je dus die symboliek begrijpt, dan weet je dat de vlinder eraan komt. En dat dus waar we nu in zitten, dat het de afbraak van het oude is, omdat het nieuwe zou kunnen komen. En dat is wel, dat is ook beangstigend, hè, de afbraak van de oude orde. Absoluut. Ik kijk hier ondertussen eens naar de chat en ik heb hier wel wat vragen zien komen. Yvonne, die vraagt, hoe verhouden we ons dan, dat was met betrekking tot iets wat we daar eerder hebben gezegd, maar bon, hoe verhouden we ons dan tot het lijden van anderen, van de kwetsbaren, van de mensen die echt minder kansen en mogelijkheden hebben? Ja, het begint dus met in welke mate kun je je eigen pijn voelen. De mensen die het meeste mededogen hebben, zijn mensen die ook hun eigen pijn kunnen voelen. Dus mensen die hun eigen pijn ontkennen, kunnen ook niet echt empathisch zijn. Het begint altijd bij jezelf. In welke mate kan ik voelen dat iemand anders pijn heeft? En dus dat mededogen ontstaat in eerste instantie door je eigen voelen, door je eigen lijden. En er zijn ook mensen die nooit iets hebben meegemaakt en die hebben in zijn algemeenheid veel minder empathie dan mensen die wel iets hebben meegemaakt. En het is ook heel belangrijk om te zien dat jij in je eentje de maatschappij niet kunt veranderen, dat wij niet in één keer de honger kunnen oplossen, dat daar goede wil voor nodig is bij mensen die daar iets kunnen aan doen. Maar dus die verschuiving die is bezig van onder naar boven. En totdat die omslag komt, voel je ook heel vaak machteloosheid. Dus ik heb daar heel veel last van gehad in mijn eigen leven. De machteloosheid van te zien hoeveel lijden er is dat eigenlijk niet nodig is. Er is geld genoeg voor oorlog, maar niet om voor gezondheid te zorgen. Ja, je kunt daar eigenlijk niet goed bij als je zelf goed in je hoofd zit. Dus dat ook kunnen omgaan met die machteloosheid. En dan de tweede vraag is, wat kan ik dan wel doen? Dat is waar je iedere keer mee te maken hebt. Want die machteloosheid kan er ook voor zorgen dat je eigenlijk niet meer doet wat je wel kunt doen. En wat je wel kunt doen is in eerste instantie je innerlijke werk en in tweede instantie in je eigen omgeving. En ik zeg altijd, als jij er niks kunt aan doen, kun je dan iemand helpen die er wel iets kan aan doen. Dus een van mijn leraren was Barry Long in Australië. Ik ben een paar keer naar Australië geweest, naar Barry Long. En Barry Long zei, er zijn zo mensen die zo bezig zijn met wat met de kinderen die honger hebben in Afrika. En hij zegt, zijn die kinderen hier? Ze zijn hier niet. Dus je kan dus daar nu de hele tijd zitten over fretten. Of je kunt zien, is dat iets waar ik iets kan aan doen? En als ik er niets kan aan doen, dan moet ik het loslaten. En dan kan ik wel zien, kan ik een organisatie steunen die er wel iets kan aan doen. Maar er de hele tijd over klagen en er niks aan doen, daar wordt niemand beter van. En dat klinkt dus eigenlijk een beetje hard, maar eigenlijk is het heel realistisch. Je moet altijd kijken naar, kan ik er iets aan doen? En als ik er niets kan aan doen, kan ik iemand ondersteunen die er wel iets kan aan doen? En waar ik niet kan aan doen, dat kan ik alleen maar loslaten en dan de volgende vraag is, wat kan ik wel doen? En dan kom je terug in je kracht, want het is
ontzettend ontkrachtend om naar alles te kijken waar je niks kunt aan doen. Ik denk dat veel mensen dat herkennen, wat ik nu zeg. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar die machteloosheid, en dat is eigenlijk een heel onaangenaam gevoel, hè? Ja. Laat ik het zo zeggen. En ik heb hier nog een tweede vraag van Jonas, die waarschijnlijk refereert naar toen we bezig waren over het stukje rond traumawerk. Hij vraagt jou van, hoe houd je moed? Maar moed eigenlijk, het is niet alleen met die trauma, denk ik, maar ook in het algemeen, als we hiermee te maken hebben. Ik kan me zo voorstellen dat wanneer je met trauma bezig bent, jezelf ook behoorlijk diep gaat qua voelen, bij tijd en wijle, dat is een behoorlijke lijdensweg, lijkt mij. Is dat zo, Jan? Ja, soms verlies je gewoon de moed. En daar is niks onmenselijks aan. Daarom zeg ik ook de hele tijd, we hebben elkaar nodig. De wereld van de mogelijkheden is een wereld van verbinding. Soms kun je het niet alleen. En een van de moeilijkste dingen voor veel mensen is om hulp te vragen. Omdat dat in het oude denken lijkt dat op zwakheid. Dat je het niet kunt. Want in dat oude denken moet je altijd stoer zijn. Weet je wel? Als je hulp vraagt, dan dat betekent dat je het alleen niet kunt. Maar eigenlijk is hulp vragen een teken van wijsheid. Is een teken van bewustzijn. En ik heb ook heel veel moedeloosheid gekend in mijn leven. En op een bepaald moment moet je gewoon hulp vragen. En als je er alleen niet uitkomt, dan kom je er alleen niet uit. Dan is dat hoe dat is. Maar er zijn ook periodes in je leven waar je het niet meer ziet zitten. En dat zijn vaak ook periodes van rijping. Dus ik praat veel in symbolen. Een zaadje ontkiemt in het donker. Dus soms is er iets in ons aan het gebeuren terwijl we in het donker zitten. En totdat het licht komt, totdat het zaadje ontkiemt en boven de grond komt, is dat heel, heel moeilijk om met die duisternis om te gaan. Maar het is wel zo dat die processen altijd juist zijn. Ook als wij met ons denken vinden dat het anders moet zijn, is de wereld een heel intelligent systeem en zijn er veel dingen die wij met ons beperkte denken niet kunnen vatten. Dus hoe hou je moed? Wel, als je dat kunt, doe je dat. En als je dat niet kunt, dien je hulp te vragen. Ja, ik zeg altijd eerlijk gezegd, ik heb een andere metafoor die misschien wat plastischer is. Dat is van als je in een hele lastige situatie zit, in een shitty situatie. Dat zijn meestal de grootste lessen die je kan leren. Hè. Het is ook mest die doet groeien. En in dat opzicht zeg ik ook altijd vaak, enjoy the shit. We moeten er even door. En we hebben wel altijd iets te leren. En het is zoals het moet zijn. Het juiste het pad zal zich wel ontvouwen. Maar dat betekent niet dat het daarom een gemakkelijk pad is, uiteraard. Hè? Nee, maar ook het accepteren van je machteloosheid, dat is een stap. Om te weten, op dit moment zie ik het echt niet meer zitten. En ik accepteer dat ik het nu niet weet. En ik accepteer dat ik er waarschijnlijk alleen niet ga uitgeraken. Dus je kan eigenlijk maar twee kanten op als je op zo'n plek zit. Of je kunt iemand vinden die je kan helpen, of je moet dieper naar binnen. En dat zijn de twee manieren waarop ik met het leven omga. Als ik het niet meer weet, dan probeer ik stil te worden. Dan probeer ik naar binnen te gaan. En als je stil wordt, dan krijg je meestal iets van inzicht. Niet altijd, maar vaak gebeurt er iets. Als je echt stil kunt worden, komt er inzicht. En ja, als je daar nooit in geoefend hebt, is dat heel moeilijk om stil te worden. Dan blijven die zorgen maar draaien en dan blijven de emoties maar je denken aandrijven. Dus leren stil worden is een hele belangrijke oefening. En soms weet je ook niet waar je hulp moet vinden, maar ik denk dat het deel is van de wereld van de mogelijkheden dat je nu online zoveel kunt vinden. Je kan een vraag stellen online, hoe ga je om met? En er zijn gemeenschappen waar je kunt zeggen, hoe doen jullie dat? Ik zit in deze situatie, heeft iemand daar een suggestie voor? We kunnen dus heel veel wat vroeger onmogelijk was. Je kunt je verbinden met mensen die je nog nooit ontmoet hebt en die je kunnen helpen. Absoluut waar. En het is het durven vragen. Ik heb het deze morgen nog, hè, dus elke maandagochtend geef ik aan de klanten een opdracht van de week. En dat gaat alle richtingen uit. Maar deze week, hè, dus deze ochtend, toevallig, heb ik de vraag gesteld van oké, durf te vragen. Dus durf om hulp te vragen. Dat kan in deze community zijn, maar ook daarbuiten. We hebben ergens, ja,
afgeleerd of het hoort niet om te veel hulp te vragen, zoals dat je aangeeft. Hè. Dat is een soort van teken van zwakte. En zeker voor veel ondernemers die dan ook nog trainer zijn of coach zijn of leidinggevende, zitten soms in de idee van, ah ja, maar wij als leidinggevende, ja, wij moeten het allemaal weten en wij mogen niet de zwakheid tonen en weet ik veel wat, maar dat is zo passé. Gelukkig komt daar verandering in. Ja. Mijn ervaring is dat mensen heel veel respect hebben voor iemand die zegt, ik weet het ook niet, laten we samen zoeken. Ja, dat is het, hè? Absoluut. Ja. Ja. Ik krijg hier nog een vraag van Marijke en die zegt, hoe ziet de nieuwe leidinggevende eruit in het ideeëntijdperk? Er is iemand die faciliteert, hè? Dus, en die mensen helpt om bij hun eigen potentieel te kunnen komen en die ook mensen helpt om niet bang te zijn om fouten te maken. Zie, er zijn domme fouten en ontdekkingsfouten. En dus wanneer je iets voor de derde keer fout doet, dat is een domme fout. Dan leer je niet van je fouten. Maar als je dus een experiment doet en het gaat niet meteen goed, dan heb je eigenlijk ondersteuning nodig van een leidinggevende in plaats van kritiek. Dus eigenlijk dien je gefeliciteerd te worden voor het feit dat je iets durft, in plaats van verweten te worden voor het feit dat het niet meteen lukt. Dus wat wij nodig hebben zijn veel meer mensen die mentors zijn dan mensen die leiders zijn. En een mentor is iemand die geen boekenwijsheid heeft, maar die uit eigen wijsheid spreekt, die dingen heeft meegemaakt in zijn leven. Dus ik kom altijd bij hetzelfde terug. Het is eerst je eigen ervaring. Als je niks hebt meegemaakt, hoe moet je dan in godsnaam leiding geven aan potentieel ontwikkelen, als je eigen potentieel niet ontwikkelt? Dus een leider in het nieuwe tijdperk moet eerst bij zichzelf beginnen. Waar zit ik vast? Wat zijn mijn beperkingen? Wat zijn mijn defensiemechanismen? Dan leer je begrijpen waar andere mensen mee te doen hebben en dan kun je verbinding maken. Dus het nieuwe tijdperk gaat helemaal over potentieel en potentieel ontplooit zich niet waar er onveiligheid is. Dus de voornaamste taak in organisaties is om emotionele veiligheid te creëren. Dat mensen zich kunnen uiten, dat ze kunnen zeggen ik begrijp het niet en ik heb hulp nodig. Dat ze kunnen zeggen ik heb thuis problemen en daarom functioneer ik niet goed. Dat het allemaal niet afgewezen wordt. Dat je gewoon kunt kwetsbaar en open zijn. Iemand anders heeft hier ook nog een vraag die daarop verder gaat. Hoe kan het onderwijs jongeren voorbereiden op het nieuwe tijdperk? Super interessante vraag. Daar hadden we het daar net ook al over. Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Hè. Het begint al in de kleuterklas. Hè. Dus in welke mate dat er veiligheid is van bij de start. En dat begint al daarvoor, thuis. En dat begint al in de moederschoot eigenlijk. Dus we hebben eigenlijk een hele nieuwe cultuur nodig, waar we begrijpen dat een kind een potentieel is. En dat potentieel zich afsluit als er onveiligheid is. En dus dat hele onderwerp van veiligheid en dat je kunt dingen uiten. Ja, dat is op alle niveaus is dat waar. Dus de vraag kan niet beantwoord worden met technieken en regeltjes. Het is veel meer een kwestie van principes in eerste instantie dan van concrete raadgevingen. Dus wij leven in een tijd waar we de principes van de natuur moeten leren kennen. Want de natuur functioneert op basis van natuurwetten en de kosmos functioneert op basis van principes. En het meest basisprincipe is respect. Respect voor het feit dat iemand anders is. Respect voor iemand die uit een andere omgeving komt. Respect voor iemand die anders denkt, enzovoort. Dus als iedereen zou het principe van respect toepassen, dan zou heel de wereld veranderen. Dus je ziet daarin wat de power van principes is. En dus een ander principe is uniekheid. Ieder kind is uniek. En in dus het industrietijdperk werd gestandaardiseerd. En was dus het onderwijs voor iedereen hetzelfde. En we gaan nu naar een tijd waar die uniekheid een kans moet krijgen. En dat het dus een overgang is van lesgeven naar leermethodes. Dat je dus leermiddelen geeft in plaats van lesgeeft.
En dat je een omgeving creëert waarin leren mogelijk is. En waar leren ook kan door experimenteren in plaats van ik heb de wijsheid in pacht en je moet het van mij aannemen. Dus dat je veel meer kunt dingen uitproberen. En dus dat gaat allemaal niet in 1, 2, 3 veranderen, maar de principes blijven wel dezelfde. Dat uniekheid in verbinding, dat is de rijkdom van de mensheid. Dus veel concreter kan ik daar niet op antwoorden, want daar zijn dus 100.000 gevolgen van wat ik zeg. Ja, voilà. Helemaal fantastisch, hè. Maar ik ben blij, want het is ook wat ik en iemand zegt hier nog zo van, Andy zegt van, je maakt me helemaal blij, voilà. Maar dat is wat in mijn aanvoelen was naar hetgeen ik doe. Dan in mijn kleine cocon, bij wijze van spreken, als ik met de ondernemers aan de slag ga. Tot voor kort probeerden wij altijd eenheidsworst te serveren en te zeggen van kijk, als je deze 5 stappen gaat volgen, dan gaat je succesvol zijn. Maar dat is... En het moet in die volgorde zijn. Hè? Dus, maar dat is totaal eigenlijk van de pot gerukt, omdat één, de definitie van succes al heel erg verschilt van persoon tot persoon. Ja. Dus laat staan dat we die 5 stappen voor iedereen dezelfde kan zijn. Dus het is echt wel belangrijk, en dat is dan mijn rol, voor inderdaad de ondernemers die inderdaad willen met hun business en als persoon gaan groeien, hè, dat ze durven uiting te geven aan dat persoonlijke en aan het unieke van die business. Ja, ja dus, dat klopt. Ja, dus het unieke herkennen en erkennen in jezelf, dat zorgt er ook voor dat je weet dat de ander ook uniek is. En dat wij samen veel rijker zijn dan apart. Dus al die rijkdom bij elkaar brengen, stel je eens voor welke wereld daaruit ontstaat. Dat iedereen zijn rijkdom kan geven en dat er iemand is die dat kan ontvangen. Die geven en ontvangen moeten in balans zijn. Hè? Mm-hmm. Dat is het mannelijke en het vrouwelijke, hoe je dat ook wilt noemen, de yin en de yang. Dus het ontvangende betekent dat je moet kunnen open zijn. En als het onveilig is, kun je niet open zijn. Dus dat is eigenlijk het principe van veiligheid, zorgt ervoor dat verbinding mogelijk is. En in veel organisaties is er angst. En in de maatschappij is er grote angst. En op dit moment is er heel veel angst. En die wordt ook in stand gehouden door mensen die denken dat macht van angst komt. Dus die hele wereld van veiligheid, die komt er wel aan, maar die is er nog niet. Maar die kun je wel in je eigen omgeving, heb je daar wel invloed op. Hoe je zelf je kinderen opvoedt, hoe je met vriendschap omgaat, in je eigen relaties kun je wel voor veiligheid zorgen. Maar ondertussen leven we nog altijd in een onveilige wereld, en dat is ook realistisch. En ik kreeg hier nog een vraag van Gudrun, die vroeg van, ja, wanneer heb je daar zicht op, wanneer dat we dan in die nieuwe wereld, hè, want nu zitten we dus in een overgangsperiode, hoe lang gaat dat nog duren? Heb je daar zicht op? Nee, dat weet niemand, maar wat ik wel weet, is dat we in een versnelling zitten. Dus dat wat heel lang gerijpt is, niet even lang gaat duren om tot bloei en expressie te komen. Dat er tussen een curve is die zo gaat, en dan, we zitten in die omslag, en dan gaat het plots veel meer omhoog kunnen gaan. Dus we zitten nu in die bocht. En we komen dus uit een periode waar je altijd maar dacht, wanneer gaat dat nu veranderen? En hoe meer je ongeduldig bent, hoe meer je in de weerstand zit, en hoe meer het niet verandert. Dus dat hele onderwerp van het leven vertrouwen, betekent dat het leven zich kan ontplooien. En we zitten in die bocht. En dus het gaat niet zo lang duren als het lijkt. Dat is mijn optimistische overtuiging daarover. Dat er in de komende maanden heel veel gaat gebeuren. Mm-hmm. Dat het niet nog een keer 10 jaar moet duren. Ja, oké. Okay. Dan weten we dat dan ook al. Ik had hier nog een vraag. Ingrid, we hebben het daar al een paar keer gehad over potentieel. Dat is de basis van alles. Maar wat is dat potentieel? Wat is dat voor jou? Heb je daar een definitie van? Ja, dus een ander woord daarvoor in het Nederlands is vermogen. Wat zijn mijn vermogens? En dat is de juiste definitie van kracht. Dus in je kracht staan betekent dat je vanuit je vermogen leeft. En dat hebben wij dus niet geleerd. We hebben niet geleerd om contact te maken met ons vermogen. We leren patronen en regeltjes en formules, zoals wat jij daarnet zei. Het
Het moeilijke van potentieel is dat het onbekend is tot het bekend wordt. En dus de vlinder is een potentieel, maar als je naar een rups kijkt, geloof je daar niks van. Dus in welke mate kun je geloven dat wat je nog niet kent over jezelf eigenlijk je grootste vermogen is? Dat naarmate je meer jezelf kent, je meer tot bloei komt en omgekeerd, je komt tot bloei door jezelf te kennen. Dus en als je in je hoofd zit, gebeurt dat niet, want het denken is beperkt. Het voelen is niet beperkt, maar het denken is beperkt. En het is heel merkwaardig dat je alleen maar kunt denken over wat je al weet. Je kan niet denken over mogelijkheden. Mogelijkheden verschijnen als ze ruimte krijgen. Dus als je kijkt naar hoe dat in de taal is. Ik krijg een inzicht. Ik krijg een idee. Plots zie ik het. Dat is altijd plots. Ja? Dat doe je dus niet. Je kan niet zeggen, ik ga nu binnen 1 minuut ga ik een inzicht krijgen. Zo gaat dat dus niet. Je krijgt een inzicht. Dat is het vrouwelijke principe. Het principe van ontvankelijk zijn. En hoe meer ik kan ontvankelijk zijn, hoe meer mijn vermogen kan tot bloei komen. En dat vermogen moet zich uiten eer het bekend is. Ik hoop dat dat een stukje van het antwoord is. En zo niet, kunnen we erop doorgaan. Ingrid, was dat een antwoord op de vraag? Laat het zeker weten. Voilà, kijk, prachtig, dankjewel. Iemand deze morgen, toen ik de vraag heb gesteld aan dus mijn groep van klanten, durfde vragen, was er één persoon en die zei, jawel, ik heb een vraag en dat gaat over loslaten. Ze zei van, iedereen is daar zo theoretisch over van, je moet loslaten. En dat is toch allemaal veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe moet dat nu eigenlijk? Dat was een vraag die er kwam vanochtend in de groep. En dat deed mij natuurlijk denken aan het webinar van vanavond, omdat dat ook een van de thema's is waar dat jij heel actief mee bezig bent. Dus, ja. Concrete vraag, Jan. Hoela, ja. Los! Ja, nou, het is ik vind het heel, heel fijn dat die vraag komt. Want in de spreektaal lopen we vast met die vraag. Want iemand zegt, je moet dat loslaten. En dan zegt iemand anders, ja, maar hoe doe je dat dan? En dan zit je al op het verkeerde been. Want je kunt loslaten niet doen. Daarom heet het laten. Ja, het is loslaten. Laten, niet los doen. Ja? Dus de hele kwestie is dat je wat vastzit, alleen maar kunt loslaten als je het niet meer vasthoudt. Dus loslaten is eigenlijk ophouden met vasthouden, maar dan moet je dus beseffen wat vasthouden is. En je houdt vast zolang je weerstand biedt. Dus er is een beroemde uitspraak van Jung die altijd in het Engels gezegd wordt, what you resist, persists. Waar je weerstand tegen biedt, dat hou je vast. Dus loslaten is eigenlijk de weerstand opgeven, zodat de energie haar natuurlijke pad kan hernemen. En dus wat wij vasthouden zijn onverwerkte emoties waar we niet klaar voor waren om ze te verwerken. Dus ik heb boosheid en ik kan die niet uiten. Waar gaat die boosheid dan naartoe? Die verdwijnt niet, die gaat ondergronds. Of ik heb verdriet en ik mag niet huilen. Waar gaat dat verdriet naartoe? Dat gaat ondergronds. Dus wij dragen in ons emoties van ervaringen die we niet volledig hebben kunnen verwerken. En daar is trauma natuurlijk de ultieme categorie van. Dingen die je niet kon verwerken op dat moment. Maar er zijn dus ook heel veel dingen die niet traumatisch zijn, die we ook vasthouden. Omdat het sociaal niet toegelaten is om boosheid te uiten. Omdat het sociaal in omgevingen niet acceptabel is dat je huilt. Dus er zijn ook dingen die wij vasthouden omdat we in een cultuur leven die niet emotioneel intelligent is. En je kan dat werk alleen maar in jezelf doen en vertrouwen dat je lichaam weet hoe dat werkt. Dus ik zeg altijd loslaten is herontdekken dat je het al kunt. Mooi, mooi. En inderdaad, die dame in kwestie, die had het ook wel lastig met het feit dat ze het gevoel kreeg dat ze
haar woede, ze was kwaad op iemand, hè, dat ze dat niet mocht uiten en dat dat door iedereen wat werd weggeveegd en dat ze van, ja, maar het is niet zo erg, laat los. En zei, ja, maar ik zit hier met mijn hele kwaadheid, ik wil dat een keer goed loslaten, kwaadheid dan. Is dat dan een idee? Ja, maar dan kom je dus weer bij het woord transformatie. Dus loslaten betekent niet dat ik moet gaan schreeuwen omwille van mijn boosheid. Loslaten betekent dat ik de energie, de ruimte moet geven op een manier die niet destructief is. Maar die energie moet er wel uit kunnen. Dus dat kan alleen maar als ik de energie kan transformeren. Dus dat ik ze kan uiten zonder dat ik op je gezicht sla. Maar dat omdat wij dus bang zijn dat die boosheid destructief gaat worden, houden we ze in. En dan keer je eigenlijk de boosheid tegen jezelf. En dat is waar de Boeddha van zegt, dat boosheid die niet geuit wordt, is een zelfvergiftiging. En als je ze uit op een destructieve manier, vernietigt ze relaties. Dus hoe ga je met boosheid om? Is accepteren, om te beginnen, dat dat een instinctieve reactie is die heel menselijk is. Wat is de functie van boosheid? Boosheid hoort bij de vechtreflex. Boosheid is iets wat ons energie geeft om ons te verdedigen. En dus in relaties heeft dat te maken met grensoverschrijdend gedrag. Wanneer iemand een grens overschrijdt, komt er boosheid bij je boven. Dat is gewoon heel normaal. Maar omdat we niet geleerd hebben hoe we die boosheid kunnen uiten op een bewuste manier, houden we ze in. En dan wordt ze dus een zelfvergiftiging. En er zijn dus twee kanten aan dit hele onderwerp. Eentje is dat je kunt die energie leren loslaten in je eentje. De spanning uit je lijf laten van die boosheid die duurt om eruit te kunnen. En het andere is dat je kunt leren praten over je boosheid op een manier dat de ander het kan hebben. Dus als ik tegen jou schreeuw, dan kun jij dat niet hebben. Maar als ik praat over, kijk, ik had daar een hele andere verwachting over. En wat nu gebeurt, klopt helemaal niet met hoe ik dacht dat het zou gebeuren. En dat is voor mij vreselijk frustrerend. Dat kun jij wel horen van mij. Dus dat is het werk van Marshall Rosenberg over verbindend communiceren. Dat betekent dat je vanuit een emotionele staat toch verbinding kunt maken. In plaats van uit verbinding te gaan. Want boosheid heeft typisch als gevolg dat je uit verbinding gaat. Als je de boosheid de leiding geeft. Hoe kan ik met jou praten in verbinding terwijl ik boos ben? Nou, dat is dus een oefening die je kunt leren. Inderdaad, klopt. En de andere moet dan toch ook receptief zijn om... Ja, dat klopt, ja. Maar de kans is groter als ik jou niet verwijt. Dat je receptief zult zijn. Vandaar, dus de eerste regel van assertief communiceren is dat je in de ik-vorm praat. Niet van jij luistert nooit, maar ik voel mij niet gehoord. Dat is een groot verschil. Klopt. Ja, maar dat betekent niet dat de ander dat meteen zal kunnen, want die kan ook heel emotioneel zijn. Dus een van de dingen die je in emotionele intelligentie leert, is dat wanneer twee mensen helemaal opgewonden zijn, dat je dan niet moet proberen een gesprek te hebben. De emotioneel intelligente zaak om te doen, is te zeggen, laten we een wandeling doen en dan verder praten. Dat is emotioneel intelligent. Maar alle twee boos zijn en roepen naar elkaar, nou, daar kom je niet verder mee. De ene is agressief en de andere defensief en dan draait het om. Dus soms moet je gewoon zeggen, het is beter dat ik nu niet praat, want ik ga dingen zeggen waar ik spijt zal van hebben. Inderdaad, hè? Absoluut. En laten we de conversatie verder zetten op een moment dat het beter gaat. Hè? Ja. Of dat het de gemoederen wat bedaard zijn. Ik krijg hier nog een vraag van Pam. En die vraagt, loslaten en openstellen is al lastig in een stabiele context. Maar in de huidige tijd van onzekerheid en angst is het toch onmogelijk, vraagteken, niet te implementeren, vraagteken. Is dat zo? Ja, het is altijd zo dat loslaten te maken heeft met jouw eigen toestand. Dus je laat niet alles los waar je mee zit. Je laat een weerstand los waar je nu last van hebt. En als je dat niet kan bij één persoon, kun je dat misschien wel bij iemand anders. Dus het is soms zo dat je alleen maar iets kunt loslaten als er een vriend of een vriendin is die naar je kan luisteren. Er is altijd een manier om een stuk spanning los te laten. Die spanning kun je loslaten door te gaan fietsen, door een loslaatoefening te leren, door een ademhalingsoefening. Maar dat je alles in één keer kunt loslaten, nou ja, dat is natuurlijk onmogelijk. De kwestie is altijd, wat kan ik nu doen?
om een stap te zetten om dat loslaten mogelijk te maken. Want loslaten is ruimte creëren voor iets. En het is altijd energiewerk. De twee factoren die met loslaten te maken hebben, zijn bewustzijn en energie. Dus wat we loslaten is de onbewuste processen waardoor we vasthouden, omdraaien door er bewust van te zijn. En dus als ik stress heb, dan kan ik de wereld verwijten, maar dan krijg ik nog meer stress. Ik kan dus voelen, waar zit die stress in mijn lijf? Waar in mijn lijf zit de spanning? En daar zijn dus technieken voor, om dat te leren loslaten, specifieke technieken, maar ook in het algemeen ontspanningstechnieken. Want loslaten is eigenlijk het ontspannen van de spanning. Dus een van de voornaamste zaken die je kunt leren om te leren loslaten zijn ademhalingstechnieken. Dus en dat is een voorbeeld van dingen die in mijn cursus geleerd worden. Hoe je kunt door ademen stress loslaten en dingen naar de aarde laten vallen in plaats van dat ze naar je hoofd stijgen. Dus er zijn technieken voor. En ik snap dus wel het gevoel van overweldiging waar de persoon over spreekt. Dat er zoveel is wat op je afkomt. En dus het hele punt is, waar kan ik iets mee op dit moment? En soms moet je ook terugtrekken dat er te veel prikkels zijn. Dat is dan het wat je dan doet. Is dan even loskoppelen om voor jezelf te kunnen zorgen. Ja, absoluut. Hè. Dus... Ik heb het ook deze zomer gedaan. Ik zat ook nog heel hard vast in een businessrelatie die niet constructief was. Het is onder andere dankzij het boek dat ik er rond gewerkt heb om het inderdaad ook los te laten en die andere persoon ook te vergeven. En dat werkt ongelooflijk bevrijdend. Dus ik kan het aan iedereen aanraden. Net zoals de online training waar je over sprak. Trouwens, voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, Jan heeft een online training en we hebben een speciale couponcode gekregen. Angelique zal dat wel eventjes in de chat zetten. Dus dat is specifiek een online training over loslaten, hè Jan? Ja, en daar heb je dus een jaar toegang toe. En in een jaar kun je heel veel loslaten. Dat werkt veel beter dan een dagworkshop, want dan heb je maar een dag. Dus hier kun je echt een heel jaar de oefeningen leren eigen maken. En dus loslaten wordt op den duur een tweede natuur. Je leert ook loslaten terwijl je de stress bovenkomt al. Dan ben je al een gevorderde loslater. Maar het werd ook ongelooflijk bevrijdend. Hè? Ja, absoluut. De discussie met een vriendin van mij laatst. Het ging over vergeven. En zij zei van, ik begrijp dat niet, dat jij daar zo dat jij die persoon kunt vergeven. Bij mij zou dat niet lukken. Hè? Zij is nog altijd kwaad op een tuinman die ooit is, niet zijn afspraken nagekomen is. En zij voelt die rancune heel erg. En ik zeg maar, als je dat kunt laten gaan, het is ongelooflijk bevrijdend als je kunt vergeven en dus loslaten, toch? Ja, maar het is geen logisch proces, het is geen rationeel proces. Hè. Totdat je de energie kunt loslaten, kun je niet vergeven. Dus ik zeg in mijn boek, Minder Moeten, Meer Flow, het laatste hoofdstuk gaat over vergeven. En daar staat in, vergeven doe je met je lijf. En dat is wat veel mensen niet snappen. Totdat je lijf het kan loslaten, heb je niet vergeven. Dus dat doet mij denken aan Schindler's List. Die film. Misschien zijn mensen die ook die film gezien hebben. Daar is dus een nazi in die film. En er is iemand die hem vertelt over vergeven, maar hij snapt daar natuurlijk niks van. En er is iemand die een van de gevangenen, die zijn badkuip moet schoonmaken. En die maakt daar ongelukkig genoeg een kras in. En normaal schiet die nazi meteen iemand dood. Maar iemand heeft hem verteld dat ware kracht ook geuit wordt in kunnen vergeven. En hij wil dus vergeven. En hij zegt tegen die man, die natuurlijk doodsbenauwd is, dat hij een kras gemaakt heeft in zijn badkuip, hij zegt, ik vergeef je, I forgive you. En dan voelt hij zich dus heel trots. En dan laat hij die man weglopen, en dan zie je hem naar het raam gaan, en dan schiet hij hem dood vanuit zijn raam. Dus hij snapt natuurlijk niks van vergeven. Nee. Dus van, ik vergeef je, dat betekent niks. Ik vergeef die persoon in mijn denken, dat betekent niks. Nee. Totdat ik dat kan belichamen, totdat ik dat kan zijn, heb ik niet vergeven. Dus je lijf moet dat loslaten, de spanning die daar zit. Dus wat jij zegt, die mevrouw is nog altijd boos. En niet boosheid die je niet kunt loslaten, dat wordt rancune.
En ik ben dus met mijn traumaonderzoek ook bezig met waarom mensen van hun hart doodgaan. En de grootste oorzaak waardoor het hart kapot gaat, is rancune. En rancune is niet geuit de boosheid. En we leven dus in een maatschappij waar de gevoelige mensen vooral hun boosheid niet uiten. En dan ga je dus zelf kapot aan je boosheid. Die boosheid wordt rancune en dat vreet aan je. Dat is wat Boeddha de zelfvergiftiging noemt van boosheid. Dat is ja, vergif drinken en hopen dat de ander zal doodgaan. Zo werkt dat dus niet. Dat klopt inderdaad. Alright, goed. Maar kijk ze, ik zie dat ondertussen al 9 uur is geworden. En dat betekent dat we aan het einde zijn bijna van dit interessante gesprek. Time flies when you're having fun, natuurlijk. Hè. Is er iemand die nog een allerlaatste vraag heeft? Indien niet, heb ik nog een vraag voor Jan. We hebben ondertussen wel de link naar de loslaten cursus erbij gezet. Ik zal het ook nog straks eventjes in Facebook zetten, zodat de mensen dat zeker daar ook nog kunnen terugvinden. Maar mijn laatste vraag is, Jan, als wij morgen opstaan en we willen iets doen aan onze eigen toekomst, voor onze business, maar of voor onszelf, laat ons met onszelf beginnen. Wat is de eerste stap die je ons aanraadt, die wij zeker kunnen, mogen, moeten, maar we moeten dus niks, ondernemen? Wat kunnen wij vanaf morgen doen? Dat je zegt van, yes, dat is het eigenlijk een goede stap aan het zetten om jezelf future-proof te maken. Ja. De eerste stap is altijd accepteren dat het nu is zoals het nu is. En dat dat niet betekent dat het niet anders kan worden. Maar totdat je accepteert dat het nu is zoals het nu is, zit je in verzet. En zolang je in verzet zit, kun je niet echt je potentieel ontplooien. Het begint met acceptatie dat je nu je best gedaan hebt met wat je wist en met wat je meegekregen hebt als middelen. En dat je dus jezelf kunt vergeven dat je niet beter kon dan wat je geleerd hebt. Maar dat het wel mogelijk is om meer te leren. Ja, dus die acceptatie van ik heb mijn best gedaan met wat ik wist, dat is een belangrijke bevrijding. Mm-hmm. En dan kan het groeiproces echt beginnen. Maar als je jezelf blijft verwijten, en ik had beter moeten weten, en waarom kunnen anderen dat en ik niet, al dat zelfverwijt, daar wordt niemand beter van. Het begint met zelfvergeving. Ik heb mijn best gedaan en ik ben nu waar ik nu ben met wat ik wist. Maar ik ben nu bereid om het anders aan te pakken. Ja, ik noem het altijd van, ik kan mezelf in de spiegel kijken en zeggen van, kijk, ik heb er alles aan gedaan om met de kennis die ik had. Dat waren de resultaten zelf, al waren ze niet altijd wat we wilden. En als je niet beter kon, dan kon je niet beter. Dat is hetzelfde ook voor onze ouders. Onze ouders hebben hun best gedaan en soms was dat niet goed genoeg. En soms lijden wij onder hoe onze ouders ook beperkt waren. En zij waren ook weer beperkt door hun ouders. Dus wij leven nu in een tijd waar wij ook voor vorige generaties dingen kunnen oplossen. Want zij konden ook niet beter en hun ouders ook niet. Dus het is een tijd van vergeving en transformatie waar we in leven. En ja, iedereen kan dat alleen maar bij zichzelf ontdekken, dat als je vergeeft, dat je hart opengaat. En als je hart opengaat, kom je in de wereld van de mogelijkheden. Absoluut, amen, zou ik zo zeggen. En ik kan dat helemaal beamen. Alright, goed. Dus een beetje milder zijn naar onszelf en ook naar anderen toe. Inderdaad, maar eerst naar jezelf. Eerst naar onszelf, inderdaad. Dus met z'n allen wat milder zijn vanaf dadelijk of vanaf morgen, is een eerste stap. Jan, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit interessante gesprek. We zouden hier nog uren kunnen praten, denk ik. Ja. Ik zie heel veel enthousiaste mensen reageren. Dus ik ben heel erg blij dat de mensen ook zo tevreden zijn. Dus heel hartelijk dank om hier aanwezig te zijn. Bedankt dat je er de tijd voor hebt vrijgenomen om dit webinar hier samen met mij te kunnen doen. Voilà, dat brengt mij tot het einde van dit gesprek. En share the message. Zoals Jan daar juist zei, we kunnen misschien zelf niet de wereld veranderen, maar als we met een hele hoop al beginnen bottom-up dingen in beweging te brengen, dan gaat die curve nog veel sneller er zijn en kunnen we binnen een paar maanden zeggen, oh my god, we zitten in een ander tijdperk. Hoe fijn zou dat zijn? All right. Jan, dank je wel.
En lieve mensen, dan ga ik het hierbij afsluiten. Hartelijk dank en tot volgende keer.